Precies hier in dit gebied ontstond in de jaren 80 de meest bloedige guerrilla-beweging van heel Latijns-Amerika, het Maoïstische Lichtend Pad. Ze terroriseerden de boeren, sleepten mensen uit hun huisjes en wie niet mee wilde werken werd eenvoudig vermoord. Cuando entran a la comunidad de Guayaba, donde es mi tierra natal de Patapata, matan a 43 humildes campesinos, a puro hacha y a puro pico. Primeramente lo mutilan a mi padre, a mi hermano lo queman vivo con cuatro niños y degollan a mis dos sobrinos. Dat was het moment dat Delio besloot om volksmilities van gewapende boeren op te zetten, om de bevolking tegen de terreur van Lichtend Pad te beschermen. 25.000 vrijwilligers als deze patrouilleren nu in het gebied, want Lichtend Pad is weer terug. Maoïsme! Para la revolución proletaria socialista mundial! Viva Maoïsme! Principalmente el Maoïsme! Hier de nieuwe generatie rebellen in de maak. En hier hun nieuwe commandant. El Estado y gobierno peruano no firmen su acta de rendición, aceptando que el partido triunfó y toma el poder en todo el país. Onverzoenlijk, net als het oude Lichtend Pad. Maar misschien nog wel sterker dan toen, want ze financieren hun wapens met de opbrengst van cocaïnehandel. De regering heeft inmiddels de noodsituatie uitgeroepen. Officieel is het leger nu in dit gebied de baas. Maar Lichtend Pad valt ze voortdurend aan. De afgelopen maanden zijn meer dan 50 soldaten in hinderlagen vermoord. Una emboscada. Personal de ejército quiso reaccionar, pero uno de ellos vio que un niño tenía un arma y no pudo disparar, porque simplemente era un niño. Diezelfde avond het nieuws van alweer een aanval. Volgens Delio is zijn volksmilitie de enige manier om de terreurgolf tegen te houden. Hay algo que falta de parte de nuestro gobierno central. Una decisión. Una decisión mixta con autodefensa. Es decir, que esto que termine ya de una vez. Niet het leger, maar de militie patrouilleert ook vannacht weer op straat.